In Oostende is gisteravond Evita in première gegaan. Een van de bekendste musicals ter wereld in de originele Engelse versie. Evita vertelt het verhaal van de opkomst en de val van Evita Perón, de vrouw van de Argentijnse dictator Juan Perón vlak na de Tweede Wereldoorlog. De musical werd destijds onmiddellijk een klassieker door de wereldhit Don't Cry For Me, Argentina. Don't cry for me. Evita in het originele Engels dus, met de muziek van Andrew Lloyd Webber en de cynische teksten van Tim Bryce. Hun Evita Perón slaapt zich een weg naar de top, slaat een dictator aan de haak en wil als first lady meer dan alleen maar handjes schudden. We don't really know how she was in real life. And the stories about her are so negative on one side and so positive on the other side. So it's really, really interesting to try and find the real Eva, or at least my interpretation of an Eva. Ooit speelde bij ons Vera Mann een Vlaamse versie, maar dat is lang geleden. Nochtans is al één koppel gegadigd. Manneke, echt waar, breek me de mond niet open. Ik wil het al zo lang doen, Evita. En Am. Van den Broek moet zeker Evita spelen voor ze te oud is. Echt? Ze heeft me wel geïnspireerd, de Evita van vanavond. Ik vond haar echt geweldig. Ze heeft fantastisch gespeeld, heel subtiel, fantastische stem. Wel even pech, door computerproblemen lag Evita gisteren 20 minuten stil. Everything's computerized now. So in the old days it was a man with a rope and he'd be pulling it up and down. Now it's all computers. If the computer says no, then... You have to turn the whole thing off.